Het is nog maar een paar maanden geleden dat Asus de Padfone 2 aankondigde. En die is nog geen eens in Nederland te koop. Maar ze komen nu alweer met een nieuwe Padfone. De Padfone Infinity. Nou, het is technisch gezien geen opvolger van de Padfone 2. Die oude wordt ook gewoon verkocht. Het is een duurder en beter model. En ze hebben het scherm groter gemaakt, de resolutie verhoogd en ze hebben nu snellere hardware. Voor de mensen die niet weten wat die Padfone nou eigenlijk is, en dat is helemaal niet zo raar, want het hele ding is nog nooit in Nederland uitgekomen. Het is een concept van Asus waarbij je een Android smartphone koopt en daarbij een lege tablet. Een tablet die alleen maar een scherm heeft en een accu en aan de achterzijde een sleuf. Nou, je kan die smartphone in die sleuf schuiven en dan komt die tot leven. Dan kan je dus dat tablet gebruiken. Je stopt dus de phone in de pad en dan krijg je de Padfone. De Padfone Infinity heeft een 5-inch scherm met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. En daarmee loopt Asus mooi gelijk met de concurrentie op dit moment, bijvoorbeeld een HTC One of een Sony Xperia Z. Het is een erg mooi scherm, hij is erg helder, de kijkhoeken zijn goed en het is een gelamineerd scherm. Dat betekent dat er geen lucht zit tussen het LCD en het glas, daarom ligt hij erg mooi aan de oppervlakte. Asus gebruikt ook moderne hardware voor die Padfone Infinity. De quad-core Snapdragon 600 van Qualcomm. Dat is een van de snelste mobiele chips die je op dit moment kan inzetten. In combinatie met 2 gig geheugen. En daarom is het toestel snel. Heel erg snel. En niet alleen op processorgebied. Ook op het gebied van wifi. Want omdat ze die chip van Qualcomm gebruiken, ondersteunt hij ook de nieuwe wifi AC standaard. Die is nog heel erg nieuw. Weinig mensen zullen thuis een router hebben die de snelheid aan kan. Maar mocht je nou in de toekomst die router upgraden en je hebt deze telefoon, nou, dan kun je mooi gebruik maken van die hoge doorvoersnelheden via wifi. De Padfone 2 die had een achterkant van een geribbeld materiaal, dat was een beetje ja, bruin-grijze. We vonden het best mooi en het hield ook wel goed vast. Maar ze hebben nu een heel ander design gebruikt, dat we nog eventjes wat mooier vinden. Hij is namelijk van boven tot onder aan de achterkant van aluminium gemaakt. Het ziet er mooi uit en daarom is hij ook erg licht. Het probleem wat je dan normaal krijgt, is dat de antennes geblokkeerd worden voor wifi en voor 3G. Nou, ze gebruiken daar dezelfde oplossing voor als HTC bij de HTC One. De antennes zitten namelijk in dat aluminium verzonken als een soort lijntje, een soort patroontje in de achterkant. Dat ziet er erg mooi uit. De Padfone Infinity is op het gebied van hardware en design dus flink anders dan de Padfone 2. Voor de Padfone Station, dat is dat tabletgedeelte, geldt dat eigenlijk niet. Want qua design is dat precies hetzelfde als de versie die je bij de Padfone 2 kreeg. Ze hebben alleen de sleuf aan de achterkant iets groter gemaakt, want er moet nu natuurlijk een grotere smartphone in. Gelukkig hebben ze ook de schermresolutie verhoogd. Dat was eerst 1280 bij 800 pixels, dat is nu 1920 bij 1200. Nou, het is daarmee een prima tablet, mooie resolutie en snelle hardware. Maar omdat die relatief zwaar is, is het niet de beste tablet die je op dit moment kan kopen. Bij elkaar moeten de telefoon en de tablet €999 gaan kosten. En dan krijg je een 64 gig variant. Dat is natuurlijk heel erg veel geld. Maar in verhouding ook weer niet zoveel eigenlijk. Kijk bijvoorbeeld naar een fabrikant als Sony. Die biedt een 5-inch smartphone aan, de Xperia Z. Een moderne 10,1-inch tablet met een hoge resolutie, de tablet set. Als je die allebei zou kopen, dan ben je zeker meer dan €1000 kwijt. Dus in zo'n vergelijking komt de Padfone er wel goed vanaf. Maar ja, het is natuurlijk niet echt een losse telefoon en een losse tablet. Want je kan die tablet alleen gebruiken als die telefoon erin zit. En daarmee is het toch een beetje een raar compromis. Het grootste probleem met de Padfone Infinity, dat is eigenlijk hetzelfde probleem wat we aankaarten bij de Padfone 2, is dat die alleen als set verkocht wordt en dat je de telefoon niet los kan kopen. En daarmee doet Asus zichzelf echt geen plezier, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die die telefoon wel willen hebben, maar eigenlijk helemaal die tablet niet willen hebben, daar geen geld voor over hebben. En wat Asus nu eigenlijk zegt, het is alles of niets. En als mensen met die keuze geconfronteerd worden, kiezen ze denk ik voor niets. En dat is doodzonde, want deze telefoon verdient het gewoon om in een telefoonwinkel naast een Samsung, HTC of Apple te liggen.